is winter, het is koud en het is fris. Maar toch willen we graag eventjes naar buiten, even die frisse neus halen. Ik ben Amber, ik ben de buurtsportcoach van Valkenburg aan de Geul. En samen met collega's en vrijwilligers willen we heel graag ouderen toch mee naar buiten nemen. Goedemorgen Roel, Amber hier. Leuk dat je me komt ophalen. Ja. Door corona is het steeds lastiger om jezelf in beweging te houden. Of om sociale contacten te hebben. Je ziet je vrienden minder, je familie minder. Maar vooral ook het bewegen is fijn voor jezelf. En hoe doe je dat dan? Jezelf in beweging houden. Een van de opties is om lekker naar buiten te gaan. En een wandeling te maken. Of het nu een kleine wandeling is. Of een grote wandeling naar het bos. Alles is mogelijk. Is er een route die je vaker loopt? Of die je graag wilt gaan doen? Nee. Normaal loop ik wel zo richting markt of zoiets. Ik ben Roel. En ik neem deel aan het initiatief wat genomen wordt door de gemeente Valkenburg om met de ouderen een 1-op-1 wandeling te maken. Dat vind ik wel prettig, want zo kan ik mijn eigen tempo aanpassen. En zo 1-op-1 wandelen, het kan en het mag. Dus, ja, het is gezellig. En je ziet nu bijna niemand. Hè? Dus als alleen staan, dus zit je veel thuis. Je komt niet zoveel de deur uit. Ja, op mijn leeftijd moet je toch een beetje fit blijven. Dus de sportschool. Die was voor mij een heel belangrijke activiteit. U kunt zichzelf aanmelden als vrijwilliger om mee te wandelen of als deelnemer. Kan beide bij de vrijwilligerscentrale. Doe dat door te e-mailen naar vrijwilligerswerk@valkenburg.nl of bel naar onderstaand nummer. Ik ga graag naar buiten. Ik hoop jullie ook. Och fit, doeg met!